Lopen, lopen, lopen. Hey, go, go. Verleden, verleden. Hup, elkaar, voetbal, Miel. Zit achter Miel. En fantastisch, joh. Zit op. Hey, vooruit. Hup. Hier, onder doel. Hier, uw linkerhand gebruiken. Ja, en afwerken. Concentratie is belangrijke wedstrijd zaterdag. Kom maar, jongens. Hey, doe verder. Maar Niel, verdedigen, jongen. Hey, we missen twee keer en we laten u scoren onder doel. Hey, vooruit, vooruit. Hup. Mooi, dat is perfect. Wat is die zaterdag? Kom daar niet, kom daar niet. Jongens, we hebben goed getraind. Ja, zaterdag een belangrijke wedstrijd. We gaan even de bespreking doen in de kleedkamer. Hoe zit het? Coach, belangrijke match morgen zijn. Morgen moeten we die titel halen, niet? Uiteraard, voorzitter, hou voor die titel. Morgen winnen we die wedstrijd en de titel is binnen. Zo eenvoudig is dat. Wat gaan we doen met Niel? Uiteindelijk op training, dat was niet goed, hè? Voorzitter, we weten dat allemaal. Hè. Niel is niet het probleem van dit moment, maar het probleem van al heel het seizoen. Als we die titel willen, als we willen winnen zaterdag, dan kunnen we Niel niet meenemen naar de wedstrijd. Niel moet eruit, zo simpel is dat. Heb je het dan al vertaald? Nee, voorzitter, dat gaan we nu onmiddellijk doen. Kom maar. We weten allemaal dat we zaterdag een belangrijke wedstrijd hebben. Winnen we de wedstrijd, winnen we de titel. Willen we die titel? Kom maar, jongens, willen we die titel? Ja! Uiteraard willen we die titel. Goed, ik heb wel daarbij een spijtige mededeling. Niel, sorry, maar zaterdag kan ik u niet opstellen. Oké, de voorbije wedstrijden waren niet voldoende, niveau ligt te hoog. Ja, vandaag op training, opnieuw enkele fases. Het is niet voldoende. Wij willen absoluut winnen, het spijt mij, maar voor de ene wedstrijd gaan we u langs de kant moeten laten. Ja, ik hoop dat je dat begrijpt en dat we als ploeg dat kunnen opvangen. Ja? Oké, jongens, we komen allemaal samen, we gaan roepen. Ah ja, zaterdag jongens, je voelt het wel, je trainer wil dit, de ploeg wil dit. We gaan nu erop.